Ik ben terug bij Van Diemt Live. Stap in een achtbaan, aai een olifant of ga onder een helikopter hangen. Dat allemaal gewoon thuis op de bank. Dat kan met virtual reality. TechFace Bright Day staat morgen helemaal in het teken voor deze bijzondere techniek. Daar ga ik over praten met Emma van der Zanden, organisator van Bright Day. Collega natuurlijk hier op RTLZ met Bright TV. Daar gaan we het ook nog over hebben. Wordt een speciale dag in Nederlands eigen VR-expert Avinash Changa. En die heeft hier allerlei apparaten liggen waar ik me nu al een beetje nerveus over maak. Want, dat hoeft helemaal niet. Het komt helemaal goed. Poeh, dank je wel. Fijn, dokter. Blij dat het mee gaat vallen. Maar wie weet wat we gaan meemaken zometeen. Erwin, morgen is een hele belangrijke dag voor jullie. Moet je even omschrijven wat jullie precies gaan doen met Bright Day? Ja, Bright Day. Het is een dag vol vernieuwing voor nieuwsgierig Nederland. Daar hebben we heel lang over nagedacht, dus ja. Natuurlijk. Maar... het is een techfest. En volgens mij eigenlijk de enige in zijn soort. Zeker voor een publiek, voor een consumentenpubliek. Je vindt er heel veel gadgets, presentaties, dingen die je kunt proberen. Het is echt een beleving. Je mag dus ook dingen proberen maar allemaal, en uitproberen bijvoorbeeld. Maar je ziet ook dingen die je nog nooit gezien hebt. Ja, dat is wel het idee. Hè. Er zijn steeds meer aankondigingen. Dit is de 5e editie morgen. Bijvoorbeeld nieuwe Samsung inhakertje. Gear VR. Die vandaag is gelanceerd, is morgen daar te proberen. En dat zijn steeds meer partijen die dat gelukkig doen. Ja, dat is wel gaaf. We hebben een kleine impressie kunnen laten zien. En daar gaan we nu even naar kijken van het event. Morgen. Bright Day. Het techfest voor nieuwsgierig Nederland. Gaat back to the future. Ontdek de nieuwste gadgets. Print een 3D-selfie en check de echte DeLorean Time Machine. Test de toekomst op Bright Day. Ja, het gaat over onder andere virtual reality, VR. Avinash, daarom hebben we ook jou hier zitten natuurlijk. Ja. En voor jou is dat heel erg belangrijk. En het is ook heel erg eng, althans dat zeg ik even persoonlijk. Ik heb er net iets mee mogen spelen, elkaar straks meer te zien. Mm-hmm. Waarom is virtual reality zo belangrijk? Waarom maakt het zoveel stappen? VR is een technologie die mensen al decennia lang fascineert. Het feit dat je opeens in een andere wereld kan zijn die zo realistisch is. Dat je zelfs de warmte van de zon voelt of dat je de wind voelt die er niet is. Die je alleen maar ziet. Dat maakt iets bij je los. Toch heb je het idee dat het al heel lang bestaat. En dat je het eigenlijk al heel lang kent en dat het helemaal niet zo nieuw is. Dat klopt. We horen natuurlijk al 20 jaar in Hollywoodfilms over het idee van virtual reality. Films als The Matrix, die iedereen heeft gezien. Dat is virtual reality, maar dat is science fiction. En we zijn inmiddels dus op het punt dat het geen science fiction meer is. Dat het gewoon dagelijkse realiteit is. En dat inderdaad het gevoel is, dat is allemaal onderzocht, neem ik aan ook de wetenschappers, dat het gevoel letterlijk overeenkomt met de werkelijke beleving. Dat klopt. We werken heel veel samen met researchers, met universiteiten, om na te gaan waarom bepaalde virtual reality ervaringen wel of niet werken. Ja. En die werken zo goed dat je dus ook therapeutische toepassingen ervan kan maken. Je kan mensen echt helpen. Je kan levensverrijkende ervaringen maken met virtual reality. Dat is eigenlijk veruit het interessant. Zeg maar, we kennen het voorlopig, althans tot nu toe, vooral natuurlijk van, laten we zeggen, veel amusement. Laten we sport, kijken muziek, naar een voorbeeldje. Hier zien we wat. Yes! That is cool! Loopy loop! Why do I feel like I'm hanging off the edge? Oh, that feels weird! I like this roller coaster. Oh god, I'm about to not like it. What is happening? Ja, je denkt in eerste instantie dat die mensen zich aan te stellen. Ik heb het ook al ooit een keer mogen proberen. Misschien dadelijk nog een keer. Ik hoop het eigenlijk niet, want het is echt erg. En jij, Erwin, vind ik heel fijn om te horen. De man die hier alles van weet, jij vindt het ook niet echt heel aangenaam, geloof ik. Ja, ik ben een beetje, ik weet niet, een soort een beetje met evenwicht. En ik ben daar heel gevoelig voor, ja. Het is wel leuk trouwens, we hebben morgen op Bright Day hebben we de Whiplash staan. Dat is een... een van de VR-sensaties van dit moment uit Spanje. En de grap is daar, je zit in een stoel, je zit helemaal vastgestrapt als een soort... Ja. Nou, je kan geen kant op ook meer, maar... Zo eens even kijken, stoel, want dit ziet er zo mooi uit. Dat moeten we even zien, hè? Oh, die heb je? Ja, oh, die mooi. Hebben we. Even kijken. Ja, dit is dus inderdaad ook verschrikkelijk natuurlijk. Een motion simulator. Het ding met VR is dat je dus nu een fysieke representatie hebt van wat je ogen en je hersenen zien. Maar dat is niet per se altijd nodig. Je kan dus die fysieke sensatie ook triggeren door puur wat dingen te zien. Ik ga je gewoon even iets laten zien. En dan gaan we kijken wat jij voelt. We proberen altijd te rekken door nog steeds meer vragen te gaan stellen. Kunnen we niet even over de andere kant gaan? Nee, goed, vooruit. We gaan het even proberen. Het zal moeten. Je mag je bril even afdoen. Brilletje af. Oh, gelukkig. En dan deze op. Dat is een duikbril, geloof ik. Ja. Nou, nu. Het geluid is heel belangrijk. Nou, er gebeurt nog niks. Dit kan nog. En daar gaan we. Ja, dit gaat nog. Ik zie nu... Kijk gewoon naar mij. Kijk maar naar beneden.
Ah, nee. Nee, dit moet je echt. Dit is echt te erg, hè? Ik zit nu boven het dak. Oh, man, dat had je me niet. Ik doe echt mijn ogen. Dit is echt heel eng. Nee, serieus. Maar nu ben je gewoon bij iemand thuis. Oh, man. Ik keek dus net echt naar beneden, boven een kerk hangen. Dit is verschrikkelijk. Nu ben ik bij iemand thuis. Kijk, ik net kijk, maar ik, kijk gewoon om me heen. Gewoon een kamer. En er zit iemand met een pet op. Die zit gewoon. Ja, iets, ja, we gaan je zo even in de Ziggo Dome neerzetten. Nu sta ik in het Ziggo Dome. Oh, dit is zo gelukkig gek. Ik ga nu het Ziggo Dome, gewoon op het podium. Beide artiesten die staan echt nu vlak naast mij. Dit is heel gek. Zat er iemand achter je? Oh, nee, ik hou nu. Oh, dit is echt te erg. Ik kan dit niet. Dit is. Nou, dit is wel, zo eng was het niet. Oh, dit is voor jou, nee, dat vond je niet zo eng. Nee. Nou, dit is echt. Oh, jee. Nou goed, ja, ik vind dit is echt waanzinnig. Nou, als je dit langer doet, joh, helemaal gek. Maar die stoel vond ik grappig, want die beweegt heel erg mee. De motion sickness ontstaat omdat je heel erg beweegt, terwijl je eigenlijk gewoon zit. Je krijgt dus verschillende signalen binnen. Je lijf verwacht dat je die bewegende sensatie voelt. En die komt niet. En dat even, maar... Ik vind het echt heel erg, maar je wil eigenlijk meteen weer. Omdat het heel eng is. Nou, niet trouwens, zo letterlijk bedoel ik dat niet. Maar normaal gesproken. Gewoon weer op, hoor. Ik doe het wil die wel. Ja, precies. Hij is toch mag nieuwsgierig, hè? Mag ik even op? Nou, doe toch maar één keer. Ik doe gewoon één keer. Ik heb het gebeloofd. Ik doe het. Okay. Oh, dit is echt waanzinnig. Het is echt serieus. Dit is te leuk gewoon. Zeg. Echt verslaafd. Oh, maar bovendien ook heel eng allemaal. Oké. Okay, we gaat hij weer. Oh, even wachten. Oh, oh, mijn echte beeld weg. Oh, nee. Oh, jee. Juist. Kijk. Oh, dit is echt verschrikkelijk, hè. Nee, een balkon. Jongens, nee, dit vind ik echt te erg. Dit is te eng. Oh, man. Je wordt helemaal gek. Zeg wat ik zag. Oh, wat erg, hè. Dit is zo echt. Dit is echt niet te geloven. Dat is dus het ding. Het is zo echt. Het voelt zo realistisch. Oh. En dat is natuurlijk ongekend. Deze technologie, virtual reality, is aanvankelijk gemaakt voor videogames. Ja. En wij zijn met WeMake VR daar verder in gegaan. Ja. We zijn gaan denken van, hoe kunnen we dit nou relevant maken voor de mensen die geen interesse hebben in technologie, die niet gamen, die geen tech-geek zijn, zoals je tante of je oma. Ja. En als je wat ouder bent, stel je bent 85, je bent niet zo mobiel meer, en je zou dan toch nog even naar het concertgebouw willen gaan. En daar willen zitten, maar niet 2 uur lang, gewoon een kwartiertje. Dat kan je dan nu gewoon doen vanuit de safety en comfort van je eigen luie stoel thuis. Ja, dat is echt waanzinnig. Ik zou dat niet geloven, maar na deze vraag geloof ik het dus wel. Dit is een beetje een bange presentator aan het schrikken maken. Dat is vrij gemakkelijk. Maar je kunt er dit soort dingen mee doen. Maar wat nog meer, want dat is de kant die jij juist zo interessant vindt. Precies. Nou ja, wat ik al zei, je kan dus mensen levensverrijkende ervaringen geven. En dan kan je onder andere denken aan de therapeutische hoek. Stel dat je iemand hebt die pleinvrees heeft, die al 2 jaar niet meer zijn huis uitkomt. Ja. Die kunnen we zo'n bril opzetten en die kunnen we even op een rustige dag op een bankje in een park laten zitten. 2 maanden later zetten we diegene op een wat drukkere straat. En 6 maanden later is iemand zo op zijn eigen tempo eraan weer exposed geraakt. Ja. Dat diegene weer even een blokje door de wijk kan lopen. Ja. Ik ben even bij mijn positieve, er komt meteen weer gelukkig een kritische vraag op. Bijvoorbeeld, ik zit in een voetbalstadion en ik denk, nou, ik wil daar naartoe. En de mensen die hebben dat stadion ook, die willen dat het vol zit. Maar ja, dat is niet meer nodig, want iedereen heeft zo'n bril. Die denkt, ik ga niet meer naar zo'n stadion. Ik kan hem lekker thuis bekijken. Ik heb gewoon die ervaring. Ik denk dat het 2 kanten opwerkt. Stel nou dat jij opgroeit als een kind. En je hebt nooit de kans gehad om in een bos te gaan spelen, een hutten te bouwen. En je hebt er geen interesse in. En je krijgt dus zo'n brilletje op. Je ziet hoe gaaf het bos is. En er wordt 2 weken later een reisje georganiseerd vanuit school. Dan ben je als kind veel gemotiveerder om dat op te gaan zoeken. Ja. Want je hebt daar even aan kunnen proeven. Ik denk juist dat we mensen ook bij elkaar kunnen brengen. We hebben morgen op Brian hebben de VR-bioscoop. Dan zou je denken, wat een absurd idee dat je film gaat kijken in die bioscoopsetting met een bril op. Ja. Met iemand naast je met ook een bril op. Ja. En, maar het is juist omdat als je ook een film kijkt. Er zijn nog niet heel veel films voor gemaakt hoor, die daarmee spelen. Maar er is een plot twist die achter jou gebeurt. En die heb jij niet gezien, maar diegene die naast jou zit, die keek wel net even. Ja. Kortom, je kan een film 1000 keer op 1000 manieren gaan bekijken. Voor de duidelijkheid, iets totaal anders of totaal anders. Niet, maar wel, ja, toch totaal anders weer dan 3D. Absoluut. Want wat we eigenlijk doen, is met dit soort virtuality bootsen we na wat je ogen en je hersenen in de praktijk doen. En met een bioscoop 3D-effect heb je een leuke gimmick. Maar wat wij doen, we hebben dus zo'n cameraatje gemaakt. Dit ding. Ja. En dat doet eigenlijk precies wat je ogen en je hersenen in de realiteit. Ik hem ook even, want dat is geloof ik relatief zwaar. Ik schat, hoeveel is dat? 5, 6, 7 kilo? Nou, 5 kilo. Niet enorm. Hè? Dus het is wel oog in je achterhoofd. Je hebt oog in je achterhoofd. Ja. Je kan dus, geweldig ook dit. Maar om aansluiten op wat Erwin net zegt, het sociale aspect. Want ja, je kan natuurlijk samen met zo'n headset op gaan zitten. Maar wat nou als jij hier bent en je partner is aan de andere kant van de wereld? Je zet allebei zo'n headset op en je kan elkaar zien. En je zit in een virtuele woonkamer en je kan samen dus een film kijken. Terwijl je fysiek niet bij elkaar bent. Maar je kan elkaar wel zien. Je kan elkaar je hebt het idee dat je ook naast elkaar zit. Je hebt het idee dat je naast elkaar zit. Je hebt het idee dat je jou voelt ook.
Je kan, de grap is, dat hebben we onderzocht. Ja. Op het moment dat je iemands stem hoort, iemands ogen, de plek van iemands ogen ziet en iemands bewegingen kan zien, en dat kan omdat we die data uit het headset halen, herken je meteen wie dat is en je connect op een emotioneel niveau. Je hebt echt het gevoel dat je samen zit. En dat sociale aspect, dat je dus mensen over de hele wereld bij elkaar kan brengen, maar ook culturele bruggen kan gaan slaan, dat is heel belangrijk. Of een oma die haar kleinkinderen wil zien, je kan gaan facetimen. Maar wat ambassadeur hier tafel. Ja, nou, beter de wereld, stap in VR. Precies. Ik denk echt dat we de wereld letterlijk kunnen veranderen. Waar is dit heel ver? Welke landen zijn hier veel verder mee dan wij? Of lopen we in Nederland vooruit? We lopen in Nederland best wel vooruit. Er zitten ontzettend veel pioniers hier in Nederland. Waaronder wij als We Make VR. Maar in de Verenigde Staten gebeurt natuurlijk het een en ander. In Frankrijk gebeurt veel. Maar Nederland is toch wel een koploper. En dat zie je morgen ook op Bright Day. De mensen, developers. De developers die daar zijn. Maar dat niet al te lang geleden hadden we de Dutch VR Days. Het grootste VR-evenement in Europa. Ja. En er waren zoveel Nederlandse developers die daar hebben laten zien wat ze allemaal kunnen. Nou, dat is bijzonder. Dat zie je niet zo gauw. Dit is heel bijzonder. Je zou het echt iedereen gunnen om dit mee te maken. Ik voel het nog. Hè? Ik bedoel, het is een beetje onprettig ook, maar toch aan de andere kant ook een soort sensatie. Wat gewoon heel erg leuk is. Mm-hmm. En hoewel ik ga dadelijk denk ik wel eventjes even op de grond liggen, gewoon om te herstellen. Dat is het enige nadeel van dat dit live allemaal gebeurt. Maar jij hebt het ook meegemaakt. Jij hebt hetzelfde gevoel als ik dan waarschijnlijk. Dat je ook denkt, oh nee, ja, het is een vastgrijpen. Heel in de vette kun je het bijvoorbeeld vergelijken met trampolinespringen. Weet je, als je dan als kind ging je naar een pretpark en je was een hele middag en thuis in je bed lag je nog steeds. Ja. Dat gevoel, dan weet ik wat mijn zekere zin. Kun je het daarmee vergelijken? Denk ik. Dit is belangrijk, dit is sensationeel bijna om dat mee te gaan maken. Als je morgen ook naar die dag toe gaat. Maar ja. Wat gebeurt er nog meer? Want je hebt al een paar dingen verteld. Maar wat raad je mensen ook aan om zelf even tenminste uit te proberen? Ja, nou, heel veel is er te doen. Veel VR dus. Er is ook heel leuk een WizKids makerspace voor de jongere bezoekers. Niet trouwens bedoeld als kinderdagcentrum, maar ook vooral om met ouders samen en hun kind kunnen daar lekker nerden en tweaken. Hartstikke leuk. We hebben ook de live uitpakparty, onze gadgetshow. De grande finale van de dag met David, die ook in Bright TV af en toe is te zien. Nieuwe gear. Ja, en dus de nieuwe gear is er ook, van Samsung in dit geval. Ja, ik vind dat wel, kijk, het is grappig, hè, want de smartphone is een beetje uitontwikkeld. Nee, het zijn eigenlijk alleen nog maar sequels aan het worden. Ja. De tablet, nou ja, die hebben we ook nog allemaal wel. En dus dit is echt een beetje waar het nu gebeurt, hoor. Dat verhalen die heel lang hoorde, dat gaat heel snel. Dat merk je ook. Hè? Je denkt dat op deze manier mensen bijvoorbeeld die geen geld om op vakantie te gaan, die denken, doe ik het op deze manier. Je kan in ieder geval even proeven aan een stukje vakantie. Maar inderdaad, je zou ook gewoon, als je winterdepressie hebt, zo'n ding op kunnen zetten en even een dagje zomer ervaren. Dus dat soort mogelijkheden ja, zijn dat er. Kan dus ook. Want hoe ver gaat dat? Als je denkt, nou, ik wil straks even op het strand gaan liggen, dan kun je echt die ervaring hiermee krijgen. Je kan die ervaring daar hiermee nabootsen. En als je dat goed doet, wat we hebben onderzocht, is dat sommige mensen dus ook letterlijk de warmte van de zon gaan voelen. Wat mij leuk lijkt, ik zat met Tom Coronel te praten een paar dagen geleden. En dat vond ik echt ook een geweldig verhaal. Die dan Dakar rally gereden heeft. Zou dat ook kunnen op deze manier? Natuurlijk. Je kan naast de coureur tijdens een Dakar-race zitten. Maar je zou ook naast James Bond kunnen zitten terwijl die door de straten van Parijs race. Ja, dus je kunt echt van alles bedenken. Ik kom opeens op hele ordinaire gedachten. Maar ik heb hem al voor gek gezet. Laat ik die niet gaan noemen. Maar je kunt alles wat je bedenkt, kun je uiteindelijk ook waarmaken straks. Dat klopt. Want je kan. We kunnen ervaringen filmen, we kunnen de realiteit vastleggen, maar we kunnen ook realiteiten scheppen. Het winnende doelpunt in een Champions League wedstrijd maken, dat kan ook. Jij kan of alleen maar naast de speler lopen. Nee, je kan ook zelf dat gevoel hebben. Je kan ook zelf in die positie zitten. Dat je omlaag kijkt, je ziet je benen en je gaat rondlopen. Wat is dit? Wanneer komt dit? Ja, ik kan niet wachten. Mensen vragen wanneer komt dit? Het is er al. Nog sterker, het is zelfs zover dat niet iedereen zo'n apparaat nodig heeft. Iedereen die een smartphone heeft, kan gewoon onze WeShare VR-app installeren. En dan kan, wat jij net hebt meegemaakt, kan gewoon iedereen met een smartphone ook meemaken. Dus dat maakt opeens dat die technologie een heel erg breed uitgerold wordt. Dit is te leuk gewoon. Sinterklaas komt eraan. Ja, je kunt wensen wat je wilt. Nu kan het een keertje. En je krijgt het. Je krijgt gewoon een fantastisch. Je kan ook bankier worden, een bank beginnen. Oké. Goed, heren. Dank je voor dit gesprek. Veel succes morgen. Dank je. Precies een week na de aanslag in Parijs. Wemelt het ook nog van de complottheorieën. Daar gaan we naar de reclame proberen over te hebben. Tot zometeen.